Hallo allemaal, ik ben Anna Magdalena Seyne, astroloog en coach. En ik ga jullie vandaag vertellen over de aankomende nieuwe maan van 25 mei. Nieuwe maan dat in de tweeling plaats zal hebben. En de nieuwe maan is exact om 21 uur en 44 minuten. Voor mensen die willen mediteren, is een goede periode om stil te staan bij wat je wil. En welke kant je wil gaan, omdat de nieuwe maan een goede periode in de maand is wanneer je intenties kan zetten. Deze periode is een wat onrustige periode, omdat tweeling-energie altijd graag nieuwe dingen wil leren, nieuwe dingen wil weten en ook heel, heel erg bewegelijk is. Heel veel van A naar B gaat en e-mails en telefoons tegelijkertijd en sociale media en van alles. Dus communicatie is hier het thema. Wij willen communiceren, wij willen informatie met elkaar delen. Wij willen eigenlijk ook connecteren met elkaar op een bepaalde manier. En het gaat over weetjes, het gaat over dingen die misschien alledaagse dingen zijn. Maar het kan ook over de grote belangrijke zaken zijn. Het is een goede periode om iets nieuws te starten als het gaat over schrijven of leren, nieuwe dingen leren. Een cursus aangaan of een opleiding aangaan. Of een goede boek kopen waar je dingen kan leren. Nou, de heerser van tweeling is Mercurius. En Mercurius is in steer. En stier vraagt ons hier om even te dimmen en rustiger aan te doen. Om te kijken wat is onze basis en wat vinden wij hier echt belangrijk. En wat zijn onze waarden ook, hè, als het gaat over overdracht van informatie en communiceren. Dus we kunnen dingen zeggen, maar we kunnen ook dingen laten zien. En stier is ook de teken van schoonheid, van rust, van natuur. Van mooie kleren, van goede eten, van aanraking. Dus we kunnen het laten zien. Communiceren is niet alleen praten, communiceren is ook onze manier van aankleden, onze manier van onze houding, hoe wij ons relateren tot andere dingen, situaties. Dus het wordt ons hier gevraagd om op een andere manier te communiceren. Hè? Om ons anders te laten zien dan alleen maar met woorden. Een mooi begin om te gaan denken, wat wil jij uitstralen? Hoe wil jij overkomen op andere mensen? Wat vind jij belangrijk? Wat zijn jouw waarden? En hoe wil je dat die waarden eigenlijk via jouw communicatie, via jouw houding naar buiten komen? En hoe worden ze overdragen op andere mensen? Een zeer belangrijke verandering zijn de noordelijke maansknopen dat naar As, Leeuw en Waterman zijn gegaan. En dit blijft zo tot eind 2018. Dus wij hebben hier anderhalf jaar tijd om echt die energie te laten integreren in ons. En de noordelijke maansknopen geven altijd aan een richting, geven altijd aan wat zijn we hier komen ervaren. Dus in een persoonlijke horoscoop kijken we daar om te kijken wat die ziel is komen ervaren hier in de aarde. Waarom deze incarnatie, ja, eigenlijk. En in de horoscoop van een land, een mundane horoscoop van de wereld, een electiehoroscoop zoals dit, de noordelijke maansknopen geven aan waar wij als mensheid, waar wij als maatschappij naartoe gaan. Wat is voor ons belangrijk? Dus dan laat zien dat leeuwenergie op een metaniveau in de wereld. En als we over leeuw praten, dan praten we over erkenning, gezien worden. En dat is de vraag, daar gaan we naartoe. Dat willen wij ervaren als maatschappij, als wereld, als mensen onder mensen. Thema individualiteit, thema erkenning en erkend worden. En aan de andere kant hebben we Waterman, die ook met een heel hoge maatstaf van mensheid rondloopt en humaniteit. En heel duidelijke ideeën over wat is evolutie en wat is authenticiteit. En
En die altijd 100 jaar vooruit loopt. En dat is ook hier in dit verhaal misschien ook een valkuil. Want wij moeten naar leeuw. Wij komen van de waterman en wij moeten naar leeuw. En waterman kan ook aantonen dat onze technologieën die geëvolueerd zijn en die ons eigenlijk de plaats hebben ingenomen van de mens zelf. De mens op zijn beste, dat eigenlijk geen mens meer is, omdat het een robot is geworden of een machine. De mens zelf die weggestript is van al zijn menselijke emoties. En de andere kant is leeuw. En dat leeuw heeft te maken met die emoties. Die emoties die weggehaald zijn daar in Waterman. En die emoties van leeuw zijn altijd de energie van een hart. En pure liefde. En dat liefde van spontane kind die in ons is. En de spontane kind die wil met anderen contact leggen. Met anderen spelen. Met anderen leuke, plezierige dingen doen en lachen. En energie van het hobby's en van kunst en van mensen die zich wil ervaren via mooie dingen maken en creëren. En dat leeuwenergie zullen wij meer en meer voelen in onze levens, maar zullen wij ook op maatschappelijke niveau zien verschijnen onder allemaal vormen. Want leeuw en elke teken heeft zo zijn tegenpool. En elke pool dat in extreme is gebracht, kan een disbalans brengen en kan in de maatschappij een signaal trekken. En in dit geval, leeuw naar extreme gebracht, kan te maken hebben met mensen die geen waarde hebben, geen inhoud en toch een heel grote ego, een heel grote wil over het andere te roelen. En hier kunnen we ook te maken hebben met tiranen. Met tiranen die opstaan en die erkenning zoeken en willen en eisen van ons. En dat disbalans is natuurlijk zo dat die zoek zijn weg in het midden. Maar eerst hebben we te maken met extremen. En die extremen zien in de gebruik van macht, een misbruik van macht en van willen domineren, anderen willen domineren. Dus ja, dat zullen we zien in ons huis en op straat, in ons werk, op mondiaal gebied, in politiek. Dus wees niet verrast als je dat ontdekt bij een naaste of bij jezelf misschien, dat extra gevoel van ik wil hier erkend worden en ik wil het weer gezien worden en ik ben in staat om alles te doen om dat te krijgen. Maar ja, natuurlijk, de mensen die leven vanuit hun hart en die de stem van hun intuïtie volgen, zullen dat nooit gaan doen. En zullen die energie wel transformeren en zullen die energie weer een weg geven dat weer algemeen aanvaard is en door een andere aanvaard is. En die weg is meestal via hobby's, via creativiteit, via elke vorm van spelen en met elkaar verbinden vanuit het hart. Dus er kan wel dat ook in de theaterwereld zullen misschien een herevaluering zien, misschien nieuwe vormen van theater dat komen, omdat leeuw over theater geerst en over artiesten die op het podium gaan staan, spelen ook. Dus ja, misschien nieuwe kunstvormen van theater, nieuwe manieren om de vrije tijd te besteden, nieuwe manieren om je kunstzinnigheid te uiten. Dus we kunnen wel een bloei maken daar in dat gebied. Maar ook de wens van een mens om te leven vanuit zijn hart. En om contact te leggen met anderen vanuit zijn hart. En meer het kind in onszelf dat we vinden en dat we willen koesteren. En dat we willen voeden en kijken wat vind ik belangrijk. En wat is voor mij voeding en waar word ik rijker van. En niet wat zeggen mij de anderen, wat zegt mij de maatschappij en wat zeggen de normen. Dus we zullen meer zien dat individuen hun individualiteit oppakken en dat gaan uitdrukken.
voor allerlei verschillende vormen. Misschien kleren, misschien kunstzinnige activiteiten of misschien door liefde of door kinderen, waarom niet? Door kind zijn of met kinderen zijn. En het is een heel mooie, optimistische tijd, omdat leeuw een heel optimistische teken is. Is ook het teken van vuur en van passie en van creativiteit. Dus daarin zullen wij heel veel zien veranderen. Maar waterman zal blijven trekken, hè, want daar zit de zuidelijke mansknop. En dat is natuurlijk ook bekend voor ons. En het zal altijd dat strijd zijn. Technologie versus hart, technologie versus mens. Dus ik hoop dat wij de durf hebben om te gaan stappen in onze energie van het hart, om dat te volgen. En meer bij elkaar te komen en meer echt wezenlijk contact met elkaar te maken. En minder achter onze schermen te gaan verbergen. Goed, dit is het voor vandaag. Als jullie interesse hebben, ben ik van plan om hier in Tempse astroavonden te organiseren rond de volle maan. Om te kijken wat zichtbaar is in ieder horoscoop en bij de aanwezigen te kijken in welk astrologische huis valt dat nieuwe maan en in welke teken. En dat persoonlijk te kijken, wat betekent dat voor jou. En dat wil ik in groepen doen, kleine groepen van 6, 7, 8 mensen. Dus als je geïnteresseerd bent in zo'n avond, mail mij, dan zit ik je op de mailinglijst. En zodra ik de datum heb, krijg je een uitnodiging rond de volle maan en de nieuwe maan. Dat we het een avond kunnen inplannen. Nou, dat was het zo'n beetje. Voor meer informatie kunnen jullie op mijn website terecht. Dat is www.anna-magdalena.be. Als je een afspraak wil maken voor een consult, kan dat via mijn e-mail. anna-zaina@gmail.com. En wil je op de hoogte blijven van mijn video's, abonneer op mijn kanaal. Dan blijf je altijd up-to-date. Ik wens jullie een goede dag. Dag.